13 atleten van het Special Olympian Team en hun begeleiders ontbreken nog een deel van het geld voor deelname aan de World Summer Games te Abu Dhabi en Dubai. De groep Voel je helemaal vrij bazen, VJHVB, is daarom door de atleten benaderd voor hulp. De groep vrienden houdt zich onder andere bezig met sociale activiteiten en om de atleten te helpen zal zij een Man Cookout organiseren, vertelt Melvin Groeneveld, trekker van de groep. Nou, we gaan op 24 februari, dus zondag, gaan we dus een cookout doen. En waarbij we dus het eten ter verkoop wordt aangeboden aan de gemeenschap. En alle opbrengsten worden dus voor de volle 100% gedoneerd aan de Special Olympics. Het is ons vierde project dat we dus gaan uitvoeren. En bij al die projecten hebben we dus in de keuken gestaan. Wij hier hebben dus in de keuken gestaan. Dus voor ons is het geen nieuwigheid meer. We hebben dus één chef-kok. En enfin, ieder binnen de groep weet te koken, maar dus één van de heren is dus dat is zijn specialiteit om dus te koken. En samen met ons vormen we dus dan één geheel en dan gaan we ervoor. Het is natuurlijk gebleken dat de mensen, de atleten van Special Olympics, er wordt weinig voor ze gedaan, bitter weinig bijna wil ik zeggen. En ook hun hebben dus een kans, of niet alleen zeggen ook hun hebben een kans, maar ook hun moet de gelegenheid geboden worden om dus Suriname te gaan vertegenwoordigen op dus die Special Olympic Games. Gewoon, ze hebben vaker meegedaan en ze hebben Suriname niet teleurgesteld. Dus vandaar die ondersteuning van onze kant uit om te zeggen van nee, mogen ze niet in de steek laten. En we geven ze dus de nodige ondersteuning ook van onze kant uit. Groeneveld zegt verder dat de groep uit 10 heren bestaat en dat ze reeds andere projecten hebben uitgevoerd. Maar bij de voorbereiding van dit project van de Special Olympians heeft de groep veel hulp gehad vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. We hebben dus niet aan financiële middelen gevraagd, maar hebben dus gevraagd om de spullen waarmee we dus moeten koken, hebben we dus gevraagd als mensen het kunnen doneren. En ik mag niet ook het tot nu toe hebben, heeft iedereen dus heel erg enthousiast en heel erg enthousiast erop gereageerd. De spullen die hebben we volgens mij op een paar items, nou, hebben we bijenkast alle spullen al binnen. We zijn nu bezig de voorbereidingen te treffen. Vlees is er iets ingelegd, een paar andere zaken. Die voorbereidingen. Ze lopen, we mogen niet klagen. Ook de media, alle mediabedrijven die dus hebben benaderd, hebben dus voor de volle 100% de ondersteuning gegeven. Dus mijn dank ook alvast naar de gemeenschap toe, bedrijfsleven natuurlijk, de verschillende mediahuizen. En waar wordt die Man Cookout gehouden? Het wordt gehouden te SOHK. De leiding van SOHK heeft het volledig terrein ter beschikking gesteld, inclusief de keuken. Dus alles wordt daar gehouden. Wij zijn dus daags van tevoren gaan we reeds daar aanwezig zijn om de nodige voorbereidingen te treffen. En de bedoeling is dat we dus om 10 uur al het eten al klaar moeten staan om dus ter verkoop aangeboden te worden. Melvin Groeneveld, trekker van de groep Vrienden Voel Je Helemaal Vrij Bazen. Zij houden een fundraising Man Cookout om het Special Olympians team te ondersteunen in de kosten voor deelname aan de World Summer Games die in Abu Dhabi en Dubai gehouden zullen worden. Het evenement wordt aanstaande zondag gehouden op het terrein van de SOHK aan de Bonniestraat te Gersvliet.